Onze gast vandaag is Alexander Rokven en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Zo ontkwam de sleper aan de sloper. Nieuw leven voor Dockyard 3 is een uitgekomen jongensdroom. Een ander koopt een huis, ik koop een stoomboot. Welkom, Alexander. Dankjewel. Dat zijn uitdrukkingen vol uitspraken die volgens mij jou heel bekend voorkomen, want die slaan allemaal op jouw vriend Rogier Hettig. Klopt, ja. Dat heeft hij inderdaad wel eens een keer gezegd, ja. Ja, en ik let daarop. Dus ja. Dit zijn uitspraken waarvan ik denk, dit zijn heel, ik vind ze heel mooi ook. Het is een uitgekomen jongensdroom. Ja. Dus dan moet je echt, hij is pas 25, hè, geloof ik, 28? 25. 25, ja. Nou dan is het toch heel bijzonder als je echt een droom hebt die je kunt waarmaken. Ja. Het zijn uitspraken dus die jou heel bekend voorkomen. Hoe wist Rogier dat die Dockyard te koop zou komen? Dat hij naar, nee, niet te koop, dat hij naar de sloop zou gaan? Nou, dat heeft heel groot in het AD gestaan destijds in Dordrecht. En Rogier is een jongen die zit vanaf zijn 11e in de stoomwereld. Is enorm gefascineerd over stoomboten, stoomtrams. Iets als het met stoom begint of eindigt. Het is niet alleen boten, alles wat stoom is. Alles wat stoom is. Stoomtreinen, stoomlocomotieven. Alles. Alles. Ah. Daarom morgen koopt hij een stoomlocomotief, joh. Nou, zullen we het even rustig aan doen? Eerst maar eens even een stoomboot. Nee, maar hij was met een ander schip bezig. En dat ging vanwege bepaalde financiële dingen ging dat niet door. En toen kwam heel groot in het nieuws, in het stoomnieuws. Want dat is best wel een gesloten wereld. Mm-hmm. Daar kom je ook niet zomaar even in. Dat het Dockyard 3, toen nog Gebroeders Bever, naar de sloop zou gaan. Voor de tweede maal, want het is de tweede maal dat hij daar lag. En dat was als een schok door de stoomwereld. En hij wilde heel graag een boot. En als het met stoom was, was het sowieso goed. Dus ja, 1 plus 1 is toch 2. Ja. En dan koopt hij een stoomboot. Ja, maar als jij zegt dat er een heleboel gegadigden voor waren, of liefhebbers van waren in ieder geval, loop je ook het risico dat ze gaan overbieden. Ik weet natuurlijk niet, heb je hem kunnen kopen voor de sloopwaarde? Dat maakt allemaal niet uit. Maar als er veel gegadigden zijn, dan loop je ook de kans dat hij voor je neus wordt weggehaald. Ja, dus hoe, van wie wist Rogier nou dat hij hem echt kon gaan kopen? We wisten destijds. Want dat stond wel in die krant dan, maar dat wil nog niets. Ja. Het stond in de krant, inderdaad. Maar ook stond in de krant dat er nog geen kopers hadden gemeld. En toen dacht Rogier van, laat ik een bod gaan uitbrengen. En Rogier had het toen destijds voorzichtig tegen mij verteld van, ja, wat denk je, zal ik een stoomboot gaan kopen? En toen had ik gezegd van, nou weet je, zorg eens in ieder geval dat je even lekker gezetteld bent. Huisje, ditje, datje, boompje, beestje, alles bij elkaar. Ja, maar dan snap ik het wel. En toen zei hij op een gegeven moment van, ik heb een bod gedaan. En hij zegt, ik durf het niet te zeggen, maar dat is geaccepteerd. Ja, want ik zag in mijn informatie heb ik staan. Ik zal het even aan je vragen. Heeft hij jou direct wel ingelicht? Wist jij wat zijn plannen waren? Hij heeft mij heel netjes ingelicht dat hij het wilde kopen. Maar dat hij inderdaad een bod heeft gedaan, dat ging een beetje aan mij voorbij. Dat is aan jou voorbij gegaan? Ja. Maar wat dacht jij toen? Want op een gegeven moment heeft hij gewoon dat verteld. Ik bedoel, daar ben je er vol van, dat wil je vertellen. Ja. Toen jij die Dockyard voor het eerst zag, wat dacht je toen? Wat een roesbak. Ja. Dat was echt de eerste reactie die ik zag. We kwamen daar. Maar heb je dat ook gezegd tegen hem toen? Ja. Want hij was er vol van. Ja, hij was er vol van. Nou, en dat? Wat heeft hij toen gezegd? Weg met je verkeering? Hij zegt, nou, dat kan allemaal nog wel opknappen. Dus ik zeg, nou, laten we vooral gaan kijken. Wij zaten destijds in Frankrijk voor een weekje vakantie. Toen werden we opgebeld van, ja, je hebt de boot, kom de documenten maar tekenen. En, nee, maar dat bot, hij heeft een bot uitgebracht en dat bot is dus geaccepteerd. Ja. Geen onderhandelingen verder. Nee, ze waren blij. Hij is gewoon het bot. Ja, misschien meteen hebben er wel 20 gekeken, maar allemaal gedacht, het is een roesbak. Dat had gekund. Ja. Ja, dat weet je dus niet. Nee. Nee. Maar goed, samen met Rogier hebben zijn jullie de strijd aangegaan. Ja. Om te zorgen dat er in ieder geval dat die wordt bewaard voor het nageslacht. Denk klopt, ik ja. Het is een bijzonder exemplaar, want
Ik heb begrepen dat er maar 4 destijds gebouwd zijn. Dus dan denk ik... 4 van dit formaat. Ja, van dit formaat. En met deze bouw. Nee, maar dan denk ik dat jullie op deze manier toch een stuk van ons erfgoed, een bijzondere erfgoed, we gaan bewaren. Ja, het is een officieel varend erfgoed. En we hebben zo ongeveer nog plusminus 20 schepen, stoomschepen in Nederland. En we zijn ontzettend hard bezig om, en met we bedoel ik de hele stoomwereld, want dat is niet alleen Rogier en ik en dergelijke. Maar om dat gezamenlijk te laten behouden. En dan hebben we het over museums, maar ook gewoon particulieren die er heel hard mee bezig zijn. Kan het zijn dat ik van de week nog iets gehoord heb dat er eentje bij de Meneerse Werf komt? Geen dokjard, geen stoomsleepboot, maar een stoomboot. Dat heb je daar iets over gehoord? Ik heb daar nog niks over gehoord. Heb je nog niet gehoord? Nee, ik weet wel dat de RTM uit Oudorp, de Rotterdamse tramwegmaatschappij, die is een oude veerpont aan het herstellen. En die ligt bij de Meneerse Werf. Wat dingen door elkaar. Dat zou kunnen. Oh, ligt die in de Meneerse Werf? Die ligt in de Meneerse Werf. Oh, dan ben ik waarschijnlijk daarmee in de war. Maar zover ik weet is dat niet stoom. Dat is gewoon diesel. Eind jaren 30 heb ik staan, bouwde de RDM er 4 voor de Sovjet-Unie. Klopt. Ja. Maar deze, die Dokjaar 3, die heeft van 41 tot 46 op de bodem van de Rotterdamse haven gelegen. Ja, klopt. Had dat te maken met de oorlog? Ja, hij is in 41 is hij inderdaad afgezonken. Dus het casco was redelijk klaar. Maar ze waren niet klaar? Hij was nog helemaal niet klaar. Nee, absoluut niet. Maar ze waren te bang dat de Duitsers ermee aan de haal zouden gaan. Dus de Rotterdamse droogdoekmaatschappij, die heeft besloten, om te zorgen dat we dit straks kunnen verkopen, laten we nu afzinken. Onder water. Doen ze er dan betonblokken in of zo? Of gewoon vol met water. Vol met water. Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja, dan kun je er ook makkelijk uithalen. Ja, dat bedoel ik. Ja, gewoon leegpompen. En naar boven halen. En dat is gebeurd. En in januari 1946 is die omhoog gekomen. En binnen de kortste keer is hij afgebouwd. En in maart 1946 is hij in de vaart gekomen. Maar toen was het inmiddels al de Koude Oorlog. En toen kon de Dokjaard niet meer... Konden ze niet meer leveren aan de... Of wilden ze misschien niet Nederland meer. Mocht geen spullen meer leveren aan Rusland. En toen is hij dus in Nederland gebleven. Dus die arme Dokjaard heeft nooit wereldzeeën... Nee. Hij weet dat niet, daar gaat het niet om. Maar dan denk ik wat sneu dat zo'n boot dan toch gemaakt wordt. En dat hij dan eigenlijk nooit komt waar die voor bedoeld was. Nee, klopt. Hij is heel netjes in de Rotterdamse havens is die En daar heeft hij werkzaamheden verricht dan? Ja. Wauw. Hij heeft onder andere de SS Rotterdam samen met zijn zus naar buiten gesleept. Dus jullie weten wat er ook met die andere 3 gebeurd is? Ja. Er zijn nu nog 2 andere schepen van dit soort type bouw. Die zijn bewaard gebleven. Eentje ligt in het Rotterdamse Museum, Maritiem Museum. En eentje ligt op de Heiplaat, de Rotterdamse Heiplaat. En die is ook nog in privébezit. Waarom hebben zij hem dan niet willen hebben? Ze hadden er alleen. Dat is simpel. Ze hadden er alleen. Het Maritiem Museum heeft enkele jaren geleden hadden zij 2 dockyards. Eentje daarvan hebben ze toen verkocht. En die ligt nu in de Heiplaat. En er was nog een andere over. Die is helaas gesloopt. En de Dokjaard 3 die heeft het ternauwernood overleefd. Ja. 25 jaar is Rogier pas. Ja. En dan denk ik, als je er brood in ziet om zo'n ding helemaal zelf op te gaan knappen. En daar weer in te gaan zetten bij bijzondere gelegenheden. Waar denken jullie dan aan? Want Wim is bij jullie geweest, onze Wim Stam, die heeft opname gemaakt, dat zien we ook. Wat zijn jullie plannen met die boot? Het grootste plan is natuurlijk het behouden van het schip, dat lijkt me logisch. Ja. Maar om dat te doen hebben we geld nodig en dat halen we op door middel van inderdaad evenementen afgaan. Ja, maar voordat het zover is, laten we wel wezen, het is niet een beetje verven, hè? Nee, het is, dat hebben we gemerkt. Wat jullie... Het is niet een beetje verven, maar 25 jaar stilgelegen. Ja. Ik denk dat op dat moment misschien de grootste zorg wel is van... ik zal hem op moeten knappen, maar krijg ik dat ding ooit onder stoom? Nou, dat was eigenlijk onze grootste zorg niet zozeer. Dat klinkt gek, maar we wisten dat hij in 1993 werkend aan de kant was gelegd. En dat hij gewoon... De oude eigenaren hadden er geen tijd meer voor. En ook de financiën die waren een beetje krap. Maar ze hadden nog wel heel veel liefde voor het schip. Dus ze hebben hem ze onderhouden dan? Nee, niet onderhouden. Want visueel hebben ze hem onderhouden. Dus dat houdt in laagjes dat ze... Verf,
aan de buitenkant. Ja, maar dat zegt toch niks dan over een motor die 25 jaar heeft stilgelegen, die dan toch weer... Nee, dat is waar. Dat is waar. Ze hebben wel heel goed gekeken naar, naar hoe gaan we hem zo aan de kant leggen, dat hij eigenlijk, stel dat het over een paar jaar dat we weer moeten opstarten, dat het weer kan. Daar hebben ze heel goed naar gekeken. En maar op die over welke datum hebben we het nou? Want hij is in 1993. Is ja, maar wacht even. Want ja? Hij is in 81, heb ik staan. Is die uit? Nee, je hoeft niet mee te kijken. Laat eens kijken. In 81 werd ze uit de vaart genomen. En heeft tot 93 als pleziervaartuig dienst gedaan. In 1981 is de Dockyard 3 door de curator van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij verkocht aan de sloperij. Want de Rotterdamse Droogdoksmaatschappij stond op het punt van faillissement. Twee jaar later is alsnog failliet gegaan, maar toen was de Dockyard 3 al weg. Oh, die was weg daar, dus daar hebben ze geen beslag meer op kunnen leggen, die was gewoon weg. Klopt. Toen is de Dockyard 3 bij de sloper terechtgekomen in 1981. En toen hebben twee broers uit Dordrecht hebben hem overgekocht. Die twee broers die stonden eigenlijk een beetje bekend als een soort Ed en Willem Bever. Die deden alleen maar klussen en dergelijke. En die boot kreeg de naam Gebroeders Bever. Ja. Daardoor. Ze hebben heel lang ermee gevaren, tot 1993. Ja. Want toen kwamen alle nieuwe wetgevingen en dergelijke. Kijk aan. En daar hadden ze A, de financiën niet voor en B, eigenlijk ook de tijd en de zin niet meer voor. Dus ze hebben hem aan de kant gelegd tot 2017. En toen hebben ze besloten om hem weg te laten slepen naar de sloperij in Hendrik Ido Ambacht. Maar ik vroeg er straks of jullie eerste zorg was om hem weer onder stoom te krijgen. Daar zijn jullie aan gaan werken. Ja, klopt. En dat lukte aanvankelijk niet. Nee, dat is inderdaad heeft dat wat moeilijkheden gekost. Ja. Nou, wat moeilijkheden? Dat heeft steeds een traan. Kijk, je hoeft het niet te verdoezelen, want onze cameraman hier, dat is jouw vader. Ja. En die heeft ons gedurende al die maanden nauwkeurig op de hoogte gehouden. Ja. Dus als je nou een beetje, dan denk ik dat is flauwekul, want jullie hadden een lekke leiding. Ja. En dat heeft een heleboel gedonder gekost. Nou, dat is aan de ene kant wel waar. Natuurlijk. Nee, maar het was als helemaal je... waar, niet aan één kant. Het was dat, gewoon die leiding. Was... Dat is waar, maar als je kijkt op het gehele schip, is dat een kleine complicatie. Ja, maar met die leiding krijg je niet onder stoom. Nee, maar met een kapotte ketel ook niet. En een kapotte ketel is meer... Maar daar kom je pas achter waarschijnlijk als die leiding gerepareerd is, of niet? Nee. Op het moment dat we gaan opstoken en dan gaat die sissen en knalt alles eruit, ja, dan weet je dat het mis is. En een kapotte leiding, dit was een van de hulpstoomleidingen. Dat merk je dus pas als die onder stoom gaat. Ja. Okay, en dit was een van de hulpstoomleidingen en die konden we op zich wel redelijk makkelijk repareren. Dus, nou even voor mijn begrip, jullie zijn hem onder stoom gaan brengen. Ja. Dat kon, hij ging stomen en toen merkten jullie dat er die leiding stuk was. Die begon te sissen. Dan moet hij dus de stoom moet er weer vanaf. Ja. Maar voordat je hem onder stoom hebt, hoeveel uur gaat daar niet overheen? We moeten hem geleidelijk opstoken en dat moet je verdelen over 4 dagen. Dus je kunt niet morgen zeggen van, kom, laten we het weekend eens even gaan... Nee, klopt. ...iets leuks gaan doen met dat ding. Nee, dat kan dus niet. Rogier vaart zelf. Klopt, ja. Daarom kan hij hier ook... op dit moment, daarom kan hij hier ook niet zijn. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, hij kan nog zoveel varen en nog zo van de stoom houden. Maar ik neem aan dat hij van de technieken van 80 jaar geleden, want daar hebben we het over... ...toch ook echt veel kaas gegeven heeft. Wie heeft jullie daar... Ik ben namelijk een keer op het open dag geweest bij jullie. Ja, klopt. En het leuke vond ik toen dat er een heleboel kerels op leeftijd toen kwamen. En die waren toen allemaal een beetje, die vertelde me dit, want ik bleef daar zitten. En die vertelde dat en ik vroeg zo eens wat. En die zei me dat en die ging naar beneden. En er was enorm veel liefde voor. Door die kerels die met pensioen waren. Ja. Dus hebben jullie daar heel veel hulp, of niet echt in de zin van handen, maar veel hulp gekregen met het oplossen van problemen? Het is... ongelooflijk hoeveel oud-medewerkers van de RDM wij nog op de boot krijgen iedere keer. En dat we dan nog steeds. En dat we zeggen van, we lopen hier tegenaan en dat gaan we binnenkort hopelijk oplossen. En dan komen ze weer met een oplossing waarvan ze zeggen, ja maar vroeger deden we het zo en zo en zo. Ja, je kan het op die ook proberen. We hebben voordat Rogier de boot kocht, hebben we ook wel contact gezocht met de Dockyard 5. Het schip dat in het Maritiem Museum ligt. Zij hebben ook heel veel ervaring met dat soort stoomschepen. Zelfde soort ketel ook? Dat is allemaal hetzelfde? Ja, allemaal hetzelfde.
En als wij ergens tegenaan lopen, tegen echt iets moeilijks, dat heel dokjaar specifiek is, dan gaan wij ook wel naar hun toe natuurlijk. Van ja, en ik heb ook gewoon hoe het gaat. Ja, maar kunnen ze... Nee, even wachten. Ik heb ook begrepen dat de baas vooral hier ook meewerkt, hè? Klopt, ja. Ja. Maar ik denk ook, stel dat er bepaalde onderdelen kapot zijn, die zullen niet meer gewoon voorhanden zijn. Klopt. Dan zullen ze opnieuw gelast, of wat ook, moeten worden. Ja. En dat lijkt me dan ook een hele klus. Ja. Tenzij je weer een technische school misschien bereid vindt, of oefenen, weet ik het. Ja, dat. Werkt dat wij, zo? Wij komen inderdaad wel eens onderdelen tegen waarvan we zeggen van ja, die hebben we niet 1, 2, 3 meer op voorraad. En dan gaan we heel vaak in gesprek met de RTM, de Rotterdamse Tramwegmaatschappij uit Oudorp. Zij bouwen zelf ook stoomlocomotieven. Dus zij en dat lijkt, ook wel eens, dat komt overeen? Nou, zij hebben heel veel spullen die ook op maat gemaakt moeten worden. Dus dan gaan wij een beetje sparren met elkaar en dan gaan we kijken van hoe maken we dat nou? En gelukkig hebben we her en der, via, hebben we eigenlijk alle originele bouwtekeningen van de Dockyard 3 in handen kunnen krijgen. Maar hebben jullie dan bijvoorbeeld ook het logboek nog? Zodat je kunt zien van welke eigenaar naar welke eigenaar, van wanneer en wanneer. Nou, dat is niet zoveel geweest. Nee, dat is niet zoveel geweest, dat is ook zo. Nee, ja. Ik stelde me voor, ik denk, stel je voor, dan kun je zien waar die allemaal geweest. Dat lijkt me dan een enige, net een jongensboek, denk ik dan. Hij is niet zoveel, hij is niet zoveel geweest, nee. Nou ja, een klein logboekje dan. Klein logboek, ja, dat hebben we. We hebben natuurlijk wel een boek van de ketelonderhoud, dat hebben we en zo wel. Maar ja. Voor de rest is het... Nou ja, dat is een van de belangrijke dingen natuurlijk. Ja. En jullie kunnen, als het een beetje wil, en je hebt er ook plezier in, dan kun je natuurlijk zelf... Een aantal dingen. Jullie hebben nou 1 ritje gemaakt, geloof ik. Hoe heet dat? 1 vaartje gemaakt? Hoe heet dat? Wel meer hoor. Nee, maar 1 weet ik. Jullie zijn naar Dordrecht geweest. Maar goed. Nee, wacht even. Ook nog wat ik wil weten. Oh, want ik weet daar dus niks van. Als die dus onder stoom wil, is het dan een kwestie van een hendel omzetten? Want hoe komt die onder stoom? Er zal dus water in moeten om stoom te krijgen. Ja, we hebben een hele grote ketel. Een zogenaamde Schotse ketel. En die is gevuld met water. Logisch. Die verwarmen wij. Hè, dus wij doen door middel van diesel doen we stoken. Dus niet kolen, maar diesel. Dat verbranden wij. Nou, dat vuur dat gaat helemaal tot achter in de ketel. Dan schiet hij omhoog. En dan komt hij weer een keer terug. Dus het water wordt eigenlijk 2 keer verwarmd. En dan gaat hij pas via de schoorsteen omhoog. Nou, water wordt verwarmd. Nou, je kent het misschien wel, hè? Als je een waterkoker opzet, dan komt er stoom vrij. Ja. Nou, die stoom die kan bij ons natuurlijk nergens naartoe. Die zit opgesloten. Daardoor en daar krijgt hij zijn kracht door. Daardoor krijg je bar, krijg je druk. En met die druk kunnen wij onze motoren laten draaien. Maar even goed, je moet stookolie hebben. En dat is niet... Diesel, ja. Nou, diesel, diesel. Maar dat is ook niet weinig, want ik schrok best op dit toen ik dat hoorde. Er gaat iets van 5000 liter in. Afhankelijk van het evenement. Afhankelijk van het evenement. Maar één op hoe? We krijgen sowieso al 1000 liter diesel hebben wij al nodig om onze ketel op te warmen. Om de ketel op te warmen. Ja. En hoe lang kan je varen met die resterende 4000 liter? Hoe ver kan je daarmee komen? Ik hou altijd de stelregel aan 200 liter per uur. Dus reken maar. Lieve hemel. Ja, wij gaan niet zomaar even langs de Shell of wat dan ook om daar even een kannetje te halen. Dat is die heb je waarschijnlijk daar bij die haven waar die aan ligt. Ja. Daar kun je waarschijnlijk tanken. Ja. En onze hoofdsponsor die... Je hebt een sponsor al? Wij hebben een hoofdsponsor. Wij liggen aan de kade van de hoofdsponsor, BMS Towing uit Bruinisse. Via hem kopen wij soms ook diesel in. Oké. Okay. En mag dat afgewerkte stookolie zijn? Of nee, mogen wij niet. Nee, Okay. Wij moeten 11.000 liter, wij kunnen 11.000 liter gewoon schone diesel aan boord hebben. Ik dacht 5.000, 11.000? 11.000, 5500 aan elke kant. Ik heb hem horen loeien. Hoe heet dat? Toeteren? Hoe noem je het? Toeteren. Toeteren toch? Toeteren? Nee, fluiten. Oh, nou, het was geen fluit. Neem me niet kwalijk. Het was een stoomfluit. Die afging. Dus het is fluiten. Nee, een prachtig geluid. Ik noem het geen fluit. Een diepe warme toon. Ja, een prachtig geluid. Want ik was echt onder de indruk. Het was mooi weer die dag. Ja. Ergens in maart of zo? Nee, mei. 7 open dag bedoel je? Ja, of ons evenement? Nee, die open dag die je gehad hebt.
23 mei, geloof ik. Begin juni of zo, ja, zoiets. Mei. Nou, maakt niet uit. Je hebt al een ritje gemaakt? Of hoe heet je? Vaart. Een vaartje gemaakt? Ja, vaart. Wat was dat? Van de, welke haven? Van welke haven weet je niet wat is? Dat is nog kort terug. Een paar weken terug. Kortgene. Kortgene, Krabbedijk, ja. Of wat dan ook? Nee, Kortgene. We zijn van Bruinissen naar Kortgene en terug. En welk doel was dat? Wat was voor een speciale gelegenheid? Nee, de havendag. Ze hadden gevraagd dat we daar naartoe gingen en daar gaan we dan ook naartoe. Als je nou, want er moet nog echt, er moet echt, we hebben heel veel gedaan, dat weet ik. Ik heb die vloer gezien, het dek. Het dek gezien. Ja. Dan moet echt nog heel veel werk verzet worden. Ja. Wat zijn jullie plannen met dat ding? Zijn jullie van plan om bijvoorbeeld slaapcabines erin gaan maken? Is het het plan om er gedeeltelijk van het jaar of wat ook op te gaan wonen? Want ik neem aan, die ketel geeft lekker warmte af. Ja. Dus daar zou je warm kunnen wonen. Ja. Zijn jullie van plan om zeeverkenners, scouts, bijvoorbeeld uit te nodigen en te zeggen, nou, jullie kunnen 14 dagen op de dockyard. En als tegenprestatie moet je bijvoorbeeld krabben, schuren, weet ik het. Dat zou kunnen. Wat gaan jullie doen dan? We gaan sowieso de komende tijd gaan we eerst even een beetje, een klein beetje uitrusten. Want we hebben een enorm drukke periode gehad nu. We zitten nu ook een beetje aan het einde van het seizoen, van het vaarseizoen. Dus dat is heel lastig om dan nog vaart te krijgen. Ik zou het heel erg leuk vinden als we nog een Sinterklaasintocht kunnen doen. Dus daar ben ik heel hard voor bezig. Moet je contact opnemen met de haven Middelharnis, Koert de Heer? Ben ik mee bezig. Waar ben je mee bezig? Niet met Koert, maar dat is ook een hele goeie. Nou, daarnaast, dat is de eigenaarbeheerder, weet ik het, van de meneer Schwerf. Ja, klopt, hij kent ons ook. En daarnaast gaan we volgend jaar weer wat leuke rondvaarten doen. En vooral maar je hebt geen plannen om erop te gaan wonen of om... Voorlopig niet. Voorlopig niet. Voorlopig gewoon eerst klaarmaken. Ja. Dank je voor je komst. Ik wens je heel veel succes. Ik wens Dankjewel. Je nog sponsoren. Ik weet niet of je er naar een heleboel op zoek bent. We zijn altijd op zoek. Dus die wens ik je dan toe. En ik wens je veel leuke evenementen. Dat je maar veel mag komen op evenementen. Blijf jij nog even zitten? Dan sluit ik af. Dank je wel. Dat was het voor deze week en volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een onderwerp of een hobby waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En u kunt me terugzien, ons terugzien, via de lokale zender Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En daarnaast terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl en mijn eigen Facebookpagina. Dus je moet er een hoop mensen krijgen. Ik hoop het wel. Ga je kijken. Tot de volgende week. Dag.